In toonzaal Huize Maria zal de komende maanden ieder weekend een koppel kunstenaars hun werk tonen onder de naam Hoogtij 2.0. Zij zijn daarbij zelf aanwezig en reageren op elkaars werk. Ik ga een praatje met ze maken. In het weekend van 12 en 13 juni zijn dat Marianne Knol en Annemarie Chilon. Marianne, wat zien wij hier? Wij zien hier prachtige foto's van Annemarie, gebaseerd op water en structuur. En we zien hier keramiek van mij. Ja, jullie kennen elkaar al een tijdje, heb ik begrepen. Ja. Waar kennen jullie elkaar ook weer van? We hebben elkaar ontmoet in het bestuur van het Filmhuis Kampen. Ja. En we kwamen er beide achter dat we allebei van kunst houden en kunst maken. Ja. En verbonden op een of andere manier. Ja. Dus dat is ook het thema, geloof ik, van de expositie. Dat is het thema van deze expositie. Ja. Klopt. Kun je wat over je werk zeggen? Hoe kies jij je foto's uit? Ik werk thematisch, dus naar het thema maak ik mijn werk. In dit geval bijvoorbeeld over het water. Ik vond een keer een oude spreuk of een gezegde uit het oude taal van Australië. Why worry when the river is so close? Ik zeg nu niet de originele taal, maar de vertaling. En ik vond het eigenlijk zo'n troostende zin. En ik woonde hier vlak bij de IJssel en soms letten we er helemaal niet op. Het is heel gewoon, maar eigenlijk is het heel bijzonder, dat water. En water verbindt ook weer alles. En dat zie ik bij Marianne ook terug. En hier in die font staat ook heel mooi water. En laten we wat meer aandacht hebben voor de omgeving. Dat is eigenlijk mijn onderliggende thema. Oh, ja, ja. En heb jij een thema bij je werk? Niet zozeer een thema. Het wisselt. Soms zijn het heel maatschappijkritische thema's waardoor een werk ontstaat. En soms ontstaat een werk doordat ik toevallig op dat moment met mijn handen op die manier in de klei druk. Ja, ja. Daar kan een werk uit ontstaan. Want ik zie bijvoorbeeld die koppen, als ik dat zo onder binnen mag noemen, daar bij het raam. Het zijn koppen. Het zijn koppen. Ja. En daar heb je bepaalde gedachten of een bepaald thema bij? Ja, dat is ontstaan als beeld met kopzorgen, de wereld. Daarna staat een beeld de Gazastrook, de verdeling in de wereld. Dan krijg je een met een kleine verbinding. En dan staat een beeld waar de werelden in elkaar samenleven. Dus dat het kan. Gaan jullie nog op elkaar reageren hier? Ik denk als je aan het werk. De expositie rondloopt, zie je sowieso heel veel dat er interactie is. En zelf heb ik nog een project voor dit weekend. Ik maak om het uur een polaroid van de IJssel. En die leg ik op tafel. En dan in twee dagen zullen er heel veel foto's liggen. En dan kun je ook het lichtverschil zien en de kleurverschillen. En dat is een mooi kunstwerk op zich. Oké. Ja. Dankjewel. En wellicht dat ik dat later toepas in een werk wat voor kleur gaat verschieten. Ja, precies. Maar om hier te gaan zitten kleien, dat leek mij niet zo'n goed idee. Nee. Dus ik doe het in mijn hoofd. Oké, dankjewel.